Op Sportpark de Heibunders in Mariehout is zondag 11 augustus het cuptoernooi gehouden. Georganiseerd door de buurtverenigingen De Kempkes en De Hoge Sute. Cup is een spel, afkomstig uit Zweden, dat in ons land de laatste jaren steeds populairder wordt. De bedoeling is om alle cups van de tegenstanders te veroveren door ze omver te gooien. En uiteindelijk de koning omver te gooien. In Mariehout deden 24 ploegen mee. Door de extreme warmte werden wel enkele aanpassingen gedaan. Is de hitte te trotseren? Ja, dat wel, hè. Het is ruig, dus wat wil je meer? Scoren. Ja, scoren. Ja, we hebben en een keer gewonnen en een keer verloren, dus we gaan ervoor. Het kan nog alle kanten op. Mooi. En hebben al gescoord? Ja, ik heb eigenlijk al regelmatig gescoord. Wij zijn met het clubje van de Heikeneuters doen wij hier ieder jaar mee. En de bedoeling is natuurlijk dat je die cubes om moet gooien. En die je dan omgooit, die worden dan weer teruggegooid. En die moeten we dan eerst weer omgooien voordat je verder mag. En die dan iedere keer kort bijkomen, die weet ik goed te raken, ja. Wij vinden het echt kei-kei-skon dat de Hoge Zuten en de korfbalvereniging die organiseren. En wij doen dan ook met liefde en plezier en heel graag mee aan dit toernooi. Ik zeg altijd maar zo, je kunt toch bitter hebben dat het te warm is, want dan kan je de schaduw opzoeken als het een dag zou te regenen, want dat is natuurlijk helemaal niks. Nou, hou het hoofd koel. Dat doen we met een colaatje erbij en dat komt helemaal goed. En zo'n harde bierles tegen familie Maas. Om 12 uur starten de wedstrijden. Hoeveelste keer is dit al? Dit is de 7e editie die we organiseren van het cuptoernooi. Het is vandaag wel erg warm, moet ik zeggen. Dus ik denk dat ze blij zijn dat ze een drankje kunnen halen bij de bar zo tussendoor. En op die voorraad is gerekend? Op die voorraad is gerekend. Dus er doen dit jaar 20 teams mee. Dus de 20 teams kunnen elke keer een verfrissing of een versnapering halen.